Het waterschap staat aan de vooravond van weer een grote dijkversterking. Dit keer staan kilometers dijk op Zuid-Beveland op de planning. En de verwachting is dat het daar niet bij blijft. Ik vermoed zelf dat klimaatverandering niet zal stoppen. Dat is een locomotief die rijdt en die blijft doorrijden. En als gevolg daarvan zullen wij tot in lengte van jaren in de toekomst aan onze dijken werken. En verder in het nieuws. Snuffelen aan en leren over de toekomst van de boer. En slachtoffers inbraak bedolven onder positiviteit. Goedenavond. De ene dijkverzwaring bij Hans Weert is nog niet klaar, of een nog groter dijkversterkingsproject staat al op stapel. Waterschap Scheldestromen gaat tussen Hans Weert en Borselen in totaal 16 kilometer dijk aanpakken. Kosten tussen de 100 en 200 miljoen euro. En we gaan naar Ellewoudsdijk, een van die plekken die aangepakt gaat worden. Daar staat voor ons Ariane Lafort. Ja, Ariane, dijkversterking, het is een van die taken van het waterschap. Maar is het nou ook een groot project voor ze? Ja, dat zeggen ze zelf wel. In ieder geval qua kilometers is het het grootste project. Dat betekent trouwens niet dat de hele dijk tussen Hans Weert en het dorp Borselen moet worden aangepakt hier aan de Westerschelde. Het gaat om dijkvakken die dan te zwak of te laag zijn. Het KNMI voorspelt door klimaatverandering tot het jaar 2050 een zeespiegelstijging van 15 tot 40 centimeter. En daar moeten de Zeeuwse dijken straks tegen bestand zijn. Er komt soms heel veel water via de rivieren naar de richting de Noordzee. Dat moet op een correcte manier worden afgevoerd. De zeespiegel gaat omhoog. De regen valt in geconcentreerdere gedeelten uit de lucht. Maar ook de dijkveiligheid is in het geding. Ik vermoed zelf dat klimaatverandering niet zal stoppen. Dat is een locomotief die rijdt en die blijft doorrijden. En als gevolg daarvan zullen wij tot in lengte van jaren in de toekomst aan onze dijken werken. En dat doen we niet voor onszelf, dat doen we voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Er is geen periode geweest sinds dat de monniken hier gingen indijken dat we niet met de dijken bezig waren. Ja, Ariane, nu liggen de kosten die worden geraamd tussen de 100 en 200 miljoen euro. Dat is nogal een ruime schatting. Is nog niet alles duidelijk? Nee, dat moet eigenlijk de komende jaren nog blijken. Hè? Want moeten dijken bijvoorbeeld buitendijks worden verzwaard en worden verbreed? Of gaat dat binnendijks? Of moeten er stalen damwanden worden geslagen? Dat moet dus de komende jaren duidelijk worden. Het waterschap zegt dat allemaal te willen gaan bepalen in samenspraak met omwonenden, met bedrijven die hier zitten. Maar duidelijk is dat dit project toch wel de komende jaren, zeker na 2029, wanneer het begint, dat het project een hele grote impact gaat hebben op de omgeving. Ze zullen er zeker iets van gaan merken. U noemde de camping, maar we hebben ook verschillende grote bedrijven. Met al die partijen gaan we in gesprek om te kijken van hoe kunnen we dit nu zo goed mogelijk inpassen. Maar dat het impact gaat hebben, dat is zeker. We kijken zowel buitendijks als landinwaarts wat de mogelijkheden zijn. En dat we op plekken landinwaarts moeten, dat is zo goed als zeker. Daarom is het waterschap nu al met enkele boeren en bedrijven in gesprek. Willen die zich laten uitkopen of grond ruilen? Volgens het waterschap is er desondanks veel begrip. Ik merk over het algemeen hier in het Zeeuwse wel begrip voor de opgave die er ligt. We hebben in mei twee informatiebijeenkomsten gehad. Ook daar vond ik de reacties echt positief. Ik zei het net al, men begrijpt de opgave. Er is ook bereidheid om mee te denken. Dus positieve avonden. Ja, volgens het waterschap dus veel begrip, Ariane, maar is dat ook echt wel zo? Want sommige omwonenden en bedrijven zullen toch echt moeten opschuiven of zelfs weg moeten. Ja, een hele bekende betrokkenen in dit verhaal is de grote camping Scheldeoord. Veel mensen kennen die wel. We hebben contact gehad met de eigenaar. Die heeft ook een brasserie boven op de dijk bij Baarland. En die zegt ook van nou, we hebben inderdaad gesprekken hè, met het waterschap over de gevolgen voor ons bedrijf. Die gesprekken die verlopen heel positief. En ik denk als we moeten opschuiven, dan komen we met het waterschap echt wel uit. Maar hij zegt één ding blijft wel en dat is de onzekerheid. Pas over een paar jaar wordt duidelijk wat er precies gaat gebeuren. En die onzekerheid, dat is toch wel vervelend. Ariane Lafort, dank je wel. Voor de overval op een juwelier in Goes in augustus vorig jaar is een Hagenaar veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man had eerder al bekend dat hij een van de daders was. Hij wilde met de buit een gokschuld van 20.000 euro inlossen. Voor de overval staat ook nog een 22-jarige man uit Zeerehoek terecht, maar hij moet later voor de rechtbank verschijnen, omdat hij ook nog wordt verdacht van een andere overval op een juwelier in Halsteren.
De sluiting van de Isaac Beekman Academie in Capelle is onherroepelijk. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Het comité dat actie voert tegen de sluiting was naar de Raad gestapt om de school open te houden. De minister wil de school sluiten omdat de onderwijskwaliteit onvoldoende is en er niet voldoende leerlingen zouden zijn om de school open te houden. De personeelstekorten in de zorg worden de komende jaren alleen maar groter, is de verwachting. Mensen worden ouder en daardoor is er ook meer zorg nodig. Met de campagne Praat Samen Over Morgen is het de bedoeling dat mensen nu alvast nadenken over hoe zij hun toekomst in combinatie met de zorg zien. En dat advies geldt niet alleen voor oudere mensen, ook voor jongeren. Ik denk dat het straks misschien ook al wel te laat is als je echt al oud bent en er dan pas over na gaat denken hoe belangrijk dat voor je is. Ik denk dat het goed is als je al jong bent en er dan over nadenkt van wat zou ik willen, ook met beweging en vitaliteit als ik ouder word en dat al deelt met je naasten. Wie wel eens een wandelroute loopt, herkent ze vast wel de paaltjes die de wandelroutes aangeven. Als onderdeel van de campagne Praat Samen Over Morgen hangen er aan deze paaltjes sinds kort ook vragen. Vragen over de toekomst die je tijdens je ommetje kunt beantwoorden. Door iets uit te spreken en met jouw omgeving te bespreken, is de kans ook groter dat je het daadwerkelijk ook op gaat volgen en het ook gaat doen. En daardoor dus meer regie pakken op jouw fijne oude dag. Wat een win is voor zowel de 65-plusser als voor de maatschappij, die dus minder zorg hoeft te leveren uiteindelijk. Belangrijk is dat wandelaars tijdens de ommetjes aan de hand van de vragen nadenken over hoe ze later willen wonen, hoe ze meer willen gaan bewegen of hoe ze hun zorg later voor zich zien. Het is de bedoeling dat je deze antwoorden tijdens de ommetjes bespreekt. Het is een ommetje waarbij je wordt uitgenodigd om te praten. En niet zomaar praten, het is praten over later. We willen mensen eigenlijk uitnodigen om te praten over hun oude dag en willen ze het liefst een keuze laten maken hoe ze een fijne en gelukkige oude dag willen gaan vormgeven. De praatommetjes zijn onderdeel van een grotere campagne die eerder dit jaar van start ging. Toen konden Zeeuwen ook al nadenken over hun toekomst en hun adviezen daarvoor inspreken in groene telefooncellen. Ja, mijn moeder die zei altijd, begin nu alvast met sparen. En dat advies heb ik dus ook alvast opgenomen. In fase 1 hebben mensen eigenlijk geprobeerd bewust te maken van dat je na moet denken over later. En in deze fase met onder andere de praatommetjes willen we mensen echt uitnodigen om een keuze te maken. En een keuze, als je die maakt, dat zorgt voor lange termijn gedragsverandering. Of maakt de kans daarop in ieder geval groter. Uiteindelijk is het doel dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en daar zelf ook hard aan werken. Door bijvoorbeeld van jongs af aan al in beweging te blijven. Ik hoop wel inderdaad dat met zo'n ommetje dat je wel vitaal wat ouder mag worden. En dat je dus inderdaad zelf hier nog heel veel mee kan bereiken. Dat je niet afhankelijk bent van anderen. Beweging is voor iedereen goed, denk ik. Er zijn door heel Zeeland in totaal 6 praatommetjes die je kunt wandelen. Mountainbiker Anne Terpstra, afkomstig uit Zierikzee, gaat voor de 3e keer meedoen aan de Olympische Spelen. Terpstra, hier op archiefbeeld, vertegenwoordigt Nederland samen met Puk Pietersen. Terpstra is 6-voudig Nederlands kampioen mountainbiken. De bondscoach denkt dat de kans op een medaille reëel is. En het is de horecabeurs voor boeren. De open dag van de CZAV op proefboerderij Rusthoeve in Kolijnsplaat. Er werd genetwerkt, kennis opgedaan en de nieuwste snufjes bekeken. Zoals deze futuristische machine, een zelfstandig werkende tractor. Naast het rechtrijden doet deze ook automatisch keren, heffen. Eigenlijk de volledige bewerking voert deze machine zelfstandig uit. Door klimaatverandering en regels voor gewasbeschermingsmiddelen zijn er genoeg uitdagingen voor de boer. Vandaag probeerden ze te leren, niet alleen van bedrijven, maar ook van elkaar. Er zijn natuurlijk ook veel boeren die proberen zelf wat. En ja, dit is bij uitstek een moment om elkaar te ontmoeten en daarover verder te praten. Op de netwerkdag kwamen zo'n 2.500 bezoekers af. Ruim een week geleden zag het er nog somber uit voor de cliënten van het Gors die werken in de bakkerij Het Appelpuntje in Zierikzee. De complete kluis was geplunderd. Maar het slechte nieuws heeft ook iets positiefs gebracht, want behalve veel steunbetuigingen kregen de cliënten ook een uitnodiging om een kijkje te komen nemen op de geitenboerderij in Oudorp. En dat lieten ze zich geen 2 keer zeggen. Zo opgevangen worden, dan wel een pannenkoekje mag komen eten. Nou, dat is zo geweldig. Echt, dat maakt me gewoon blij. Maar nog niet iedereen is het zeer van 10 dagen geleden vergeten. Ik het zag het, nou, ik dacht, waarom moet het eigenlijk? Blijf van onze geld af. Wij hebben het gewoon nodig.
Het was een hele grote domper voor ons. En nu doen we een beetje opkrabbelen. En daarbij worden ze geholpen door donaties die sinds vorige week massaal binnenkomen. Dus het is gewoon heel fijn als je dan ook weet van, nou, mensen leven met je mee. Dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Als kers op de taart mochten de cliënten na het aaien van de geitjes ook nog smullen van een welverdiende pannenkoek. Ja, het is dat je dit met je mond vol mag praten, maar anders had hem kunnen vragen. Maar goed, de beelden spreken ook wel voor zich. En die pannenkoeken smaakten nog beter dan normaal, want vandaag is ook bekend geworden dat het gestolen bedrag inmiddels ruimschoots is gecompenseerd met binnengekomen donaties. Dat was weer even wennen vandaag, want er was vrij veel zon, afgewisseld met stapelwolken bij maximaal 20 graden. En voorlopig blijft het nog wel even zo. Voorlopig, want morgen lijkt het op vandaag met veel zon en wat wolken bij 22 graden. Maar vrijdag in het begin van het weekend krijgen we te maken met regen en onweersbuien. Dus pakken wat je pakken kan als de zon weer eens schijnt. Dat dacht tenminste wel collega Carmen Wisse toen ze vanmorgen de omroep verscheen. Want werken op deze zonnige zomerse dag, dat dacht ze even niet. De zomer inhalen zal je bedoelen. En dat is trouwens ook best aanpoten. En of ze die hele checklist heeft afgewerkt, inclusief afdrijven op een groot luchtbed, je ziet het op ons Instagram-kanaal en op TikTok. Tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. De zon roept, dus voor nu nog een hele fijne avond.